Yo, wat up, kijkers. Wel leuk dat jullie kijken naar een nieuwe guide van WarZ. Ik speel weer samen met een vriend van mij. Rogier, dezelfde vriend dat de vorige film. Wee, Lord Gibbs, al die dang. Wee! Goed, we zijn nu op de map hier bij Highway 70. Waar natuurlijk ook, nou ja, natuurlijk, niet heel natuurlijk. Er is hier een soort camp post-out-achtig iets, denk ik. Heb je de map laten zien? Ja, ja, ja. En we moeten terug, maar dat gaan we lekker niet doen. Go, bitch. We zijn rebellion motherfuckers. Oké. Okay. In theorie is het altijd mogelijk om wel goede army gear te vinden bij dit soort legerhummers. Maar dat wil niet altijd het geval zijn. Guy, er ligt hier een Mac. Wacht, ik wil hem. Oh, er ligt een Mac. Ja, die wil jij zeker. Wat voor Mac? 15 mag je hebben. Ik heb het wapen niet namelijk. Ik weet niet eens wat voor wapen het is, maar dat boeit me niet. Ik wil het. Ik ga deze chica even vermoorden. Yes, ik heb een Mac. Er is nu dus niet per se goede army gear te vinden. Dus hier ligt hier een tactical knife of heb jij die net gedropt? Die heb ik net gedropt, mag jij hebben als je wil. Ja, ik heb toch ruimte, kan ik altijd weggooien. Is het niet beter dan een metal bed? Nee, even goed. Wat? Hier ligt ook nog een metal. Helaas, zover ik nu zie, niet per se hele goede army gear hier. Ik had gehoopt op een goede armor of zo. Maar ja, het blijft een spelletje van kans. Soms is het er wel, soms niet. Bitches, zombies. Bitches. Ik clear die shit, jongen. Ga jij maar loot vinden. Ik regel dit wel. Ja, je doet die dingen. Ik zie in de verte weer twee ambulances en een gekke stand. Neem aan dat er wel een hoge kans is om loot te vinden. Wellicht wel. Ik vind hem helemaal kut. Ik heb net ontdekt dat er hier heel erg veel zombies zijn. Met heel erg veel bedoel ik heel erg veel. Dus ga geen gun schieten. Er komen er twee op jou. Weet ik. It's no problem. Je kent me toch? Ja, weet zelf. Ja, aan de andere kant zijn veel zombies. Ja. Ga ik nu maar eventjes een beetje uitroeien. Hé, deze politieagent is vaak sterk. Of mikt hij gewoon te laag? Gekke koekwous. Nee, ik mikt goed. Oh, what the fuck. Zieke lag hier dat ik geraakt werd. Maar niet uit, want ik drink juice. Er liggen lijken op auto's. Ik heb nu het effect van energy ontdekt trouwens. Energy maakt je hongerig, maar het lest dorst en je krijgt er helft van. Oké. Dat werkt wel, dat is net zoals in het echt. Oh mijn god, dat cool! Behalve dat je. Auw! Ik ben geraakt. Bitch ass motherfucker. Ben je ook geraakt? Ja. Heb je bandage nodig of zo? Weet niet, ik zal zo wel even kijken. Mijn helft zit op mijn schouders. Ik vind het voor wat deze settlement is een beetje weinig loot. Ja, mooi. De magazine was wat chill. Het zag er heel interessant uit met al die auto's en weet ik het allemaal. Ja, misschien dat met die loot update komt. Dus thuis. Hey guy, check me out. Er komt waarschijnlijk weer een update waardoor de loot beter is. Kijk waar ik ben. Fucking gaaf. Ik zit op een tent, man. Dan kan je hier wel genoeg vinden. Dit is eventjes een tijdelijke patch. We wachten op een nieuwe patch. Oké, maar ik stond nog niet met recorden. We hebben dit nu al, maar ik zie nog twee legerauto's. Dus we gaan die nog even doen en dan... Heb je de recording gestopt of wel? Nee, nog niet. Oké. Pas deze twee auto's en daar nog een politieauto en nog een truck en dan... Ride shield? Mag ja, hoeveel. Wil je hem niet? Nee. Dan klap ik hem uit. Omdat het kan. Oh ja, riot shield. Kan hier dus zo plat een riot shield neerzetten. Fuck maar het is dit een riot shield? Ja. For real? Ook in het echt? Nee, ik wil, je kan hem neerzetten. Het ziet er meer uit als een halo shield. Oh, let op, we zitten nu trouwens met een tuk erin weer in het spel, dus. Oh, kut tuks. Ja, ik pak ook even mijn gun. Fuck you, thugs! I'm gonna kill you fucking ass! Klonk ik een beetje als een 12-jarig Xbox Live jongetje? Ja, jawel. Oh, hier ligt een beret. I'm gonna fuck your mom right now! Fuck you, you fucking homo! Hey, fuck you fucking Jew! Oh. Zieke beret op je harses. Ja, mooi. Kijk maar gaan. Fuck, is duur. Eit, ik vond dit wel een mooi punt om te eindigen. Bedankt voor het kijken. Kijk ook naar de volgende video's die komen. En abonneer en doe je ding, weet ik veel. Wat moet je allemaal zeggen? Ja, doe je ding. Doe je ding, zie je later. Fijn dat je keek.
Dit was wellicht een kleine video. Maar kijk ook naar alle andere video's. Want ja, elk stadje, dorpje, settlement. Iets wat er aan de hand is. Overal maken we een filmpje voor. Boeia. Zie je later. Adios. Ciao, ciao. En zo.